Hallo, ik ben Anne en ik ben vandaag bij de kick-off van de schrijfmarathon van Amnesty International om brieven te schrijven zodat ik mensen kan helpen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat ieder zijn mensenrechten wordt gerespecteerd. Omdat dat toch voor mij wel de basis is zodat iedereen een volwaardig leven kan leiden. Ik ben Leo van Broekhoven, ik ben 73 jaar gepensioneerd en ik ben al 40 jaar donateur en briefschrijver van Amnesty. Waarom schrijf ik brieven? Ik denk dat het belangrijk is dat er mensen die opgesloten zitten voor gewoon het vreedzaam opkomen voor hun mening, dat die moeten vrijkomen. En als we hier komen, dan zie je ook andere medestanders. Het is een gezellige sfeer en dat is aangenamer dan dat thuis alleen te zitten doen. Ik als Kojo de Artist vind het belangrijk om hier vandaag bij te zijn, omdat ik in mijn muziek ook wel altijd mensen een stem probeer te geven die geen stem hebben gekregen en bepaalde zaken probeer te belichten. Daarom is het ook zo belangrijk dat we hier samen allemaal brieven schrijven naar machthebbers die mensen onderdrukken, machthebbers die mensen hun stem wegnemen en ook kaartjes te sturen naar die mensen om onze steun te betuigen in deze strijd.